Sinterklaasfeest 2013 komt er weer aan. De intocht van Sinterklaas is onderweg. En hier zit de man die moet zorgen dat Sinterklaas volgens mij veilig in Schiedam moet gaan komen. En gaat het ook allemaal lukken dit jaar, Pim? Uh, zoals het er nu naar uitziet qua organisatie, uh, allemaal wel. Alleen of de Sint en zijn Pieten daadwerkelijk aanwezig zullen zijn, dat weten we dus nog niet. Want uh, er is nog zoals gewoonlijk weer een enorme ellende in uh, Madrid aan de gang. En wat, wat speelt er dit jaar? Ze zijn, uh, ik kreeg een noodkreet van, uh, van de hoofdpiet, waar ik altijd contact mee heb in de voorbereidingen. En uh, ze zijn een aantal pagina's uit het uh, Rode Boek voor de Verandering maar weer eens kwijt. Het zal wel een sloddenvos-piet zijn. En wat nog veel erger is, uh, de veren van de pieten zijn verdwenen. Dus die voelen zich een beetje naakt, moet ik zeggen. En dan durven ze niet. Het zijn ook een beetje, ja, een beetje softies hè, af en toe. En uh, zijn er al uh, noodkreten, zijn er al uh, oproepen gedaan om daarmee uh, uh, aan de slag te gaan? Jazeker, want uh, via de pagina Sintstad uh, Schiedam, waar alle informatie op staat, daar, daar komen al reacties binnen. En niet te vergeten, de Facebookpagina Sintstad Esdam uh, of Sintstad Schiedam. En hoe uh, gaat de intocht, uh, als het dan uh, toch. Ja, we gaan er toch uit dat het een beetje allemaal goed gaat komen, maar hoe gaat die dan eruit zien dit jaar? Nou. We gaan ervan uit dat het gewoon allemaal doorgaat. Het is alle jaren nog, uh, nog gelukt. Uh, dus met hulp van ons en met name van de kinderen in, uh, in Schiedam. Uh, nou, als die uh, dadelijk helpen om die pagina's van, uh, van dat boek weer, weer terug uh, te krijgen. En we moeten nog een oplossing uh, vinden voor de veren. Want dat hebben ze in Madrid aan ons uh, gevraagd. Dan weet ik zeker dat het gaat lukken. Uh, doet Maritiem Schiedam dit jaar weer mee, Pim? Ja, uh, wat een. Uh... Waar iedereen in, in Madrid ook al naar uitkijkt, is de ontmoeting met de historische vloot. Die, uh, we hebben het aan hun weer gevraagd en uh, ze zijn weer bereid om de Sint tegemoet te varen. En dat is altijd een heel spektakel op de waterweg. Want daar moeten ook allerlei extra voorzieningen getroffen worden, want uh, je moet hem natuurlijk voor een deel afsluiten. En dan, uh, dan komen ze met, uh, met alles wat ze hebben, komen ze de Sint tegemoet. Dat is geweldig. Uh, is de route al bekend en zo ja, uh, mogen we weten hoe de route dit jaar gaat worden? De route van de intocht zelf is, Sint heeft sinds vorig jaar het idee opgevat om werkbezoeken te brengen aan diverse wijken in Schiedam. En dit jaar gaan we eerst, nadat we bij het hoofd zijn geweest, gaan we naar de Groene Laan en het Willemineplein. Dan gaan we nog een keer naar de Nolenslaan en dan komen we naar het centrum, naar de Grote Markt, waar de burgemeester weer bereid is om de Sint officieel te ontvangen. En uh, Sinterklaas blijft hij dan een aantal weken. En waar gaat hij dit jaar uh, verblijven? Na de ontvangst uh, op de Grote Markt bij het Oude Stadhuis uh, gaat Sinterklaas uh, direct uh, naar het Stedelijk Museum uh, hier op de Hoogstraat. Waar hij weer gaat verblijven, daar slaapt hij. Maar daar gaat hij ook weer de ontvangst doen uh, voor de kinderen. Voor de kinderen is dan sowieso iedereen uh, mag naar binnen. Maar vooral ook de scholen en die, die worden ook weer uitgenodigd dit jaar. Uh, de, inmiddels zijn alle brieven weg en uh, de scholen reageren daar ook massaal op. Want het is natuurlijk uh, hartstikke spannend en leuk om uh, de Sint te ontmoeten. Maar ook uh, een groot deel van zijn Pieten. Ze moeten alleen wel af en toe een beetje erg zakjes zijn in het museum. Want de meeste Pieten die slapen boven, want die zijn natuurlijk s'nachts op pad geweest. Dat is helemaal duidelijk. Eh, maar het is ook van belang dat diezelfde kinderen. Eh, jullie alle informatie in aanvullende veren gaan brengen. Dat, dat en het boek gewoon weer compleet komt. Dus, en dat moet dan via Sintstad.nl. Eh, Sintstad, Sintstad eh, Schiedam. En de Facebookpagina, daar kunnen ze naartoe sturen. Maar ze mogen het hier ook op de Hoofdstraat eh, 85. Mogen ze het afgeven? Want daar zit gewoon de organisatie van Sintstad Schiedam. Ja, klopt. En uh, we zitten hier. Uh... Van maandag tot met uh, vrijdag. En uh, ze kunnen altijd bij ons even binnenkomen, willen ze iets meer weten over uh, programma's en uh, of de pieten, als ze hier verblijven nog wat van plan zijn, enzovoort, enzovoort. Uh, dan moeten we dat gewoon. Wij geven dat aan hun en uh, kom lekker langs met je ouders, dat zou ik zeggen. Nou, gaat weer een heel geweldig feest worden, begrijp ik. Natuurlijk. En het is van altijd leuk. Nou, wij hebben er al zin in, en ik weet zeker, in Spanje staan ze ook wat te trappelen.